De verpakking voor de snelkokende rijst van Uncle Ben's is opnieuw ontworpen, waarbij het gewicht met 15% is teruggebracht. Als je zo'n ontwikkeling in gang zet, ligt het voor de hand om eerst na te gaan of de verpakking zich goed houdt. Als dat duidelijk het geval is, zijn er vast mogelijkheden om lichter karton te gebruiken voor de vouwdozen of kleinere dozen te nemen. Als je kijkt naar de mogelijke besparingen, denk ik dat we hiermee in totaal 25 miljoen Belgische francs besparen. We zijn met iets dergelijks bezig bij M&M's in Hackettstown, New Jersey. Zo'n 10 jaar geleden zijn we overgestapt op nieuw materiaal voor de wikkels. Zo konden we het gewicht van onze wikkels met meer dan de helft terugbrengen. Dankzij deze verandering komen er elk jaar miljoenen kilo's minder verpakkingsmateriaal op de stortplaatsen terecht. In ons aanhoudend streven naar kwaliteit zijn we voortdurend op zoek naar verpakkingsmaterialen die een minimum aan grondstoffen verbruiken en tegelijkertijd het product optimaal beschermen. Het lijkt misschien vreemd, maar er is een verband tussen champignons en chocolade. Voor het maken van chocola worden cacaobonen verwerkt. Bij het roosteren worden de doppen daarvan verwijderd en toegevoegd aan een mengsel dat gebruikt wordt bij het kweken van champignons. Champignonkwekers gebruiken ze als ontbindingselement bij het composteren. Ze bevatten veel stikstof en ontbinden heel snel. Bij het pellen worden de vliezen van de rijstkorrel gescheiden. Dat gebeurt in pelmachines. Daar vandaan worden de vliezen naar een maalinstallatie getransporteerd, waar ze worden gemalen en afgevoerd naar onze stoomketel om te worden gestookt. Eventuele extra stroom die we niet nodig hebben bij het voorkoken van de rijst, die gaat naar de turbinegeneratoren, waar we elektriciteit opwekken voor onze fabrieken. Doelmatiger kan het eigenlijk niet. Als die geproduceerd is in een stoomketel, verlaat de ketel via een pneumatisch systeem en wordt overgebracht naar pneumatische tankwagens. Deze tankwagens vervoeren de as naar ons emballagebedrijf. De as wordt verpakt en verzonden naar staalfabrieken die het gebruiken als isolatiemateriaal bovenop gesmolten staal. Momenteel produceren we zo'n 12.000 ton rijstvliezen op jaarbasis. 14 jaar geleden moesten we $65 per ton betalen voor het afvoeren en storten van dat product. Nu komt er geen product meer op de stortplaats terecht, maar verkopen we het hele product. En dat betekent een bruto omzet van $3,5 miljoen voor Uncle Ben's Incorporated. De lucht uit die fabrieken, vooral uit die kookabteilung, gaat door deze biomassa. U ziet hier een voorbeeld. De lucht is zuiver en vormt geen probleem voor dat milieu. Sinds het biofilter in gebruik is genomen, hebben we, voor zover ik weet, geen enkele klacht gehad over stankoverlast. We beseffen dat we als onderneming het initiatief moeten nemen om de consumenten aan te sporen hun bekertjes te recyclen. Daarom hebben we afvalbakken neergezet naast de automaten en ook op de plaatsen waar men meestal de drankjes nuttigt, zodat de gebruikte bekertjes daar kunnen worden gedeponeerd. Tot nu toe werden materialen op CFK-basis gebruikt voor het schoonmaken van printplaten die tijdens de fabricage vuil waren geworden. De platen worden in een 10 meter lange rij sproeiers gewassen met water en een speciaal schoonmaakmiddel. Voor het nieuwe proces is meer training en apparatuur nodig, maar de printplaten worden over het algemeen veel schoner, zonder CFK's. Dankzij doeltreffende methodes, zoals het organische biofilter, is Mars een goede buur in gemeenschappen over de hele wereld.